Het Nederlands kampioenschap strandrace. Voor het eerst op Voorneputten. En dat op de mooiste dag van het jaar. Februari verwacht je geen 10, 15 graden. Zoals nu is. En, met volop zon. Maar ik heb ook in de sneeuw hier aan het starten geweest. En dat hoort er allemaal bij. Je weet nooit de natuur hoe die zich handhaaft. Het zit allemaal mee bij vader en zoon Adrie en Lex Nederlof. Het is de laatste wedstrijd die Adrie organiseert. De 20e editie van de strandrace op Voorneputten is dan eindelijk een officieel NK. En eerst deed je op de automatische piloot, maar ja, nu wordt het zo groot. En gelukkig is mijn zoon erbij die me heel goed assisteert. Ik wil het kindje van mijn vader, die toch 20 jaar georganiseerd heeft, wil ik niet zomaar dood laten bloeden. 2, 1... Ja, en de mannen zijn er aan begonnen. 54 kilometer lang. Geweldig evenement. Ik ben Adrie en Lex Nederlof enorm dankbaar dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Een Nederlands kampioenschap kan je en dan zo'n dag hebben. Ja, prachtig. Na anderhalf uur zwoegen door het zand, mondt de wedstrijd uit in een sprint. Ja, sterk nog wel voor de bal uit klein, we gaan het weer in één keer. Titelverdediger Jasper Okoluna Dordrecht komt net tekort ten opzichte van de Koen van Meldvoort. Normaal rijdt hij op de weg, maar zijn eerste strandrace wint hij ook direct. Ja, het was best zwaar. Er stond eigenlijk helemaal wel weinig wind. Maar toch was het een zwaar ritje, ja. Ballen? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant kon niet veel anders doen. Ja, ik vond het mooi. Het is lekker weer natuurlijk en dat is leuk. Dan komt de volk naar het strand toe en dan, ik vond het parcours vind ik mooi. Er zit wat technisch stuk in, maar ook gewoon heel veel recht toe, recht aan, wat toch ook al een beetje strandrace is. Maar ja, je ziet wel dat je op die technische stukken dan het verschil kunt maken. En, dus ik vind het geslaagd.